Ja, hele goedemorgen. Welkom bij het Inspark Security Webinar. Vandaag hebben we het over hoe bescherm je jouw organisatie nog beter tegen malware. Allereerst van harte welkom. Ja, ik zal me even kort voorstellen. Ik ben Ronnie de Jong. Werkzaam in Spark en als lead consultant verantwoordelijk voor de moderne werkplek. Ja, daarnaast mag ik ook Microsoft MVP zijn op Enterprise Mobility en Security. En ja, vanuit die hoedanigheid geef ik ook de presentatie of de webinar. Kijken we naar de agenda, dan hebben we een aantal topics. Ja, moderne uitdagingen. Nou, die moderne uitdagingen hebben ook moderne oplossingen nodig. Verder gaan we in op wat nou Windows Defender Advanced Threat Protection is. Wat heb ik eraan? Wat doet het? Wat betekent dat voor mijn organisatie? Uiteraard laten we ook Windows Defender in actie zien. Dus we gaan ook een aantal scenario's door. Om te kijken hoe ATP werkt en wat het je te bieden hebt. En vervolgens zullen we ook laten zien hoe je onder andere met Windows Defender ATP, maar ook met een aantal andere oplossingen of aantal handelingen, ja, je security score binnen je organisatie kunt verbeteren. En als laatste hebben we een Q&A voor het eventuele stellen van vragen. Uiteraard staat het je ook vrij om tijdens de webinar vragen te stellen, mocht dat ja, nodig zijn. Nou, als we kijken naar ja, moderne uitdagingen. Ja, moderne uitdagingen hebben ook moderne oplossingen nodig. Nou, cyberattacks, de orde van de dag. En je kunt het nieuws niet openslaan of er vindt wel een hack plaats of er is weer een organisatie die hier aan bloot is gelegd. Spam en phishing, malware, ja, het is waan van de dag. Onze medewerkers die hebben daar steeds meer mee van doen of worden daarmee geconfronteerd. Het neemt ook alleen maar toe. En ja, hoe ga je daar als organisatie mee om? Hoe kun je daar tegen wapenen? Het is niet meer een standaard een virusscanner implementeren of een firewall aanzetten en je bent veilig. Het heeft ook te maken met de manier waarop we ja, tegenwoordig aan het werk zijn. Vroeger hadden we een kantoor, we hadden een fysieke organisatie, fysieke locatie, netwerk. Traditioneel beveiligd met een firewall en je was redelijk veilig. Wat je nu ook ziet is dat we steeds flexibeler, moderner aan het werk zijn. Overal, of het nou thuis is of op een internetcafé. Ja, we zijn gewoon vatbaarder voor de bedreigingen van buitenaf. En los daarvan, bedreigingen komen niet alleen van buiten, maar die vinden ook steeds vaker van binnenuit plaats. Dus ja, je firewall aan de buitenkant of je interne oplossingen zijn ook niet altijd voldoende om dat tegen te kunnen gaan. En je ziet, het duurt ongeveer gemiddeld 6 maanden voordat een organisatie erachter komt of weet dat hij of zij zijn gehackt. En wat we verder ook zien is dat we de AVG, GDPR, die volgend jaar in mei ook daadwerkelijk van kracht gaat. Ook organisaties eigenlijk dwingt om ook maatregelen, adequate maatregelen te nemen om ja, dit tegen te gaan. Ook vanuit een stukje privacy en persoonlijke informatievoorziening. Nou, als je kijkt naar de evolutie van een aanval, nou, je ziet dat steeds geavanceerder wordt. Hè. Vroeger had je meer vanuit ondeugendheid, baldadigheid, dat je vroeger op school zeg maar, een bepaald script ontwikkelde, waarmee je zeg maar, een klaslokaal platlegde. Zie je nu steeds meer dat het zich verplaatst naar fraude, dat het georganiseerde criminaliteit en misdaad is. Hè. Dus het is steeds geavanceerder. En ja, dat gaat zelfs ook op nationaal niveau, dus ook op landenniveaus, waarin bedrijven wereldwijd of landen wereldwijd elkaar, zeg maar, op het gebied van cyber elkaar aanvallen. Hè. Dus niet meer de fysieke oorlogsvorming, maar ook gewoon de digitale oorlogsvorming. Nou, dit is een mooie illustratie daarvan. Ik weet niet of jullie weten wat dit is. Dit zijn cilinders. Dit zijn cilinders die onderdeel uitmaken van uraniumverrijking van een atoomprogramma. Nou, we weten allemaal dat in bepaalde landen programma's, zeg maar, atoomprogramma's opgesteld zijn en dat we dat niet altijd even een prettig idee vinden. Dus hoe ga je nou zoiets ja,
te lijf. He, dat kan fysiek, dat kan met een oorlogsvoering zijn. Nou, dat is even subtiel. Dus eind 2000 was vanuit Amerika een initiatief. Dat heet Stuxware, of Stuxnet. En dat is eigenlijk de eerste grote vorm van malware, die ook succesvol is toegepast. En wat was nou eigenlijk Stuxnet? Nou, Stuxnet is een stukje malware die op PC's terecht kwam. En wat deed het? Malware ging op zoek naar, naar PLC's. Dat zijn programmeerbare logische controllers. En wat die programmeerbare logische controllers, die sturen die cilinders aan. En die cilinders, dat zijn best wel belangrijke in het proces van het verrijken van uranium. En die draaien op een bepaalde snelheid. En wat deed nou het stukje malware? Het stukje malware zorgde er eigenlijk voor dat die cilinders harder of juist zachter gingen draaien. En daarmee werd eigenlijk het proces van het verrijken van uranium het op een hele slimme en geavanceerde manier gefrustreerd, waardoor je eigenlijk het programma, het atoomprogramma, feitelijk platlegde. Nou, dit is nou een voorbeeld vanuit de praktijk van een stukje malware, die ook op landelijk niveau, internationaal niveau is ingezet. Nou, aanvallen zijn in die zin ook steeds lastiger te stoppen, los van het feit dat het ook steeds sneller gaat. Die aanvallen die kunnen ons ook op meerdere manieren bereiken. En wat je vaak ook ziet, is dat voorbeelden van malware, phishing mail, komen vaak via e-mail binnen. Ja, dus de mail wordt verstuurd, is vrij toegankelijk, vrij laagdrempelig. Mensen ontvangen zo'n mail, openen die mail. En in sommige gevallen zie je ook dat mensen ook op die mail klikken of op het linkje klikken. En ja, binnen no time heb je dus een malware te pakken. Nou, die malware die kan dus ook binnen je organisatie verspreiden. En dus daarmee omzeil je heel makkelijk, zeg maar, die firewall aan de buitenkant of allerlei andere voorzieningen. Dan kun je natuurlijk op mailniveau ook hier je maatregelen nemen om dit tegen te gaan. En wat je ook ziet is dat het vaak ook een totaal pakket is van meerdere oplossingen om je, zeg maar, ook daar tegen te wapenen of tegen te beschermen. Nou, wat doet Windows Defender in dit verhaal? Nou, Windows Defender Advanced Threat Protection. Windows Advanced Threat Protection biedt jou een beveiligingsoplossing die post-breach je netwerk en je endpoint monitort op vreemde gedragingen, vreemde processen die gestart zijn en daar ook actie op kan ondernemen. Het standaard is het ook onderdeel van Windows 10. Onderdeel van het besturingssysteem zit ook Windows Defender ATP. Je moet het alleen enablen. Wat ik al zei, het is niet een antivirusoplossing. Het is een post-breach oplossing. Dus het detecteert nadat men vreemde proces gedetecteerd is, maakt dat inzichtelijk en op basis daarvan zie je dat op een tijdlijn. En op basis van die tijdlijn zie je de alerts en daar kun je dan weer vervolgens de acties ondernemen. Wat voor acties kun je dan ondernemen? Je kunt vervolgens die processen of die threads kun je isoleren. Dus je kan een bepaald proces kun je stoppen, je kan het isoleren, je kan het blokkeren of je kan zelfs de volledige machine isoleren van een netwerk. Het is dus niet te doen om het te voorkomen. Nee, het is juist om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk in staat bent om die beveiliging te bieden, zo snel mogelijk te reageren en dan dat te isoleren. En daarmee voorkom je eigenlijk dat zo'n malware ook snel binnen je organisatie kunt verspreiden. Dus dat is eigenlijk de hele insteek van Windows Defender ATP, om snel in het begin van het proces vast te stellen van hey, we hebben hier met malware te maken. En vervolgens het malware te isoleren van de werkplek en daarmee eigenlijk de schade te minimaliseren. Dat is zover het stukje introductie van Windows Defender ATP. Ik zal jullie in de eerste demo meenemen om te laten zien van oké, hoe ziet dat nou in de praktijk eruit. En dat zal ik ook aan de hand van een voorbeeld doen op een Windows 10 werkplek. Ja. Nou, ik heb hier een Windows 10 werkplek. Gewoon van de standaard gebruiker.
Nou, die medewerker heeft een mailtje ontvangen en in die mail zit een bijlage. Nou, dat is een Word-document. Dat Word-document zal ik gewoon openen. Dat Word-document is ook beveiligd met een wachtwoord. En wat je eigenlijk ziet, dit Word-document bevat code. En er zit PowerShell-code in. En op het moment dat ik het Word-document open, zal je zien dat onder water dat PowerShell-code zeg maar uitgevoerd wordt en daarin vreemde processen gestart worden, waardoor het mogelijk is om een backdoor te introduceren. En met die backdoor kan ik vervolgens weer acties ondernemen, de remote execution, et cetera, et cetera. Nou, dit is een Windows 10 op basis van RS2. Windows Defender ATP was al op Windows 10 RS1. Alleen wat je ziet is dat per release er steeds meer mogelijk is met Windows Defender ATP als het gaat om maatregelen om dat tegen te gaan. Om daarop in te grijpen. Nou, je ziet hier ook op de achtergrond dat een stukje code geïnjecteerd wordt. En als het goed is moet daar zo meteen ook een JPEG bestandje komen op desktop. Die vervolgens onder water een connectie uitzet. Nou, al die processen die normaal gesproken, dit is ook doelbewust inzichtelijk gemaakt, normaal gesproken zie je dit als eindgebruiker niet. Dan weet je daar, heb je daar gewoon geen weet van. Een ander voorbeeld wat je kan doen is zorgen bijvoorbeeld dat deze andere malware. Even kijken naar je. Ja. Bepaalde applicaties of bestanden die je downloadt, die je liever niet wil, die bijvoorbeeld ook malware kunnen bevatten. Nou, die kun ik hier op deze werkplek kan ik gewoon downloaden zonder dat ik geblokkeerd word. Je zal zien hier. Dit is dan een vorm van een test malware. En je ziet dat hij ook netjes door Windows Defender Smart Screen geblokkeerd wordt. Nou, we hebben het hier te maken over Windows Defender ATP. Die maakt inzichtelijk welke processen en malware op de achtergrond actief zijn. Maar je hebt ook een aantal andere voorzieningen, daar zal ik later op terugkomen, die dit kunnen blokkeren, zodat je al preventief zeg maar malware kan tegengaan. Nou, dus we hebben nu feitelijk de exploit gestart op de werkplek. Nou, hoe ziet dat er dan vanuit de oplossing zelf uit? En met de oplossing bedoel ik het over Windows Defender ATP. Ik open nu het Windows Defender ATP console. Die wordt nu geladen. En wat je hier ziet is een overzicht van de actieve alerts. Nou, je ziet hier suspicious PowerShell command line. Antivirus heeft bijvoorbeeld Minikatz gedetecteerd, wat een toeltje is waarmee je wachtwoorden kunt achterhalen. Je ziet hier nog meer malware. Je ziet al het aantal machines die gemonitord worden. Machines die zeg maar at risk zijn, dus die vatbaar zijn, dus die bepaalde malware geïnstalleerd hebben. Hetzelfde geldt voor je gebruikers. Nou, als ik nou op zo'n alert inzoom. Dan zie je hier ook een explorer, een command line en die vervolgens een PowerShell op de achtergrond start. Pak ik even ons voorbeeld bij van het Word document. Dan zie je hier op de achtergrond dat er allerlei processen gestart zijn. En dat kun je dus ook vervolgens over de gele tijdlijn zien. Verder kan je ook zien of die malware ook binnen jouw organisatie elders ook gestart is. En je ziet hier op onze werkplek dat de malware heeft plaatsgevonden. Maar diezelfde malware die zie je ook dus op een andere werkplek terug. Nou, je kan dan inzoomen op het proces zelf.
welke acties daarin hebben plaatsgevonden. En wat je hier ook ziet, is dat je de mogelijkheid hebt om het alert, zeg maar, in behandeling te nemen. Dus als je een beheerafdeling hebt die verantwoordelijk is voor security, dat die dat verder oppakken en onderzoeken. Je kan dat stukje malware ook laten onderzoeken, forensisch onderzoek, om vast te stellen of dat inderdaad malware is of niet. Dit is op procesniveau. Je kunt ook op device niveau acties ondernemen. En dus je kan het proces zelf isoleren, je kan het proces isoleren binnen je gehele organisatie, of je kan volledig de werkplek isoleren. Dus dat de impact van de malware alleen op de werkplek blijft, die is niet meer bruikbaar, maar dat de rest van je organisatie daar niet vatbaar voor is. Nou, wat je hier verder ziet, je ziet hier Windows platform. In de basis wordt Windows 10 ondersteund, maar Windows Defender ATP biedt ook ondersteuning voor Windows Server 2012, 2016. En zoals je kunt zien, biedt ATP ook integratie met Linux, Mac OS. En naar verwachting ook binnenkort voor iOS en Android. Nou, Microsoft werkt daarbij ook samen met third-party oplossingen, zoals Ziften voor macOS en Lookout als het gaat om iOS en Android devices, om ook op die manier threats te detecteren. Het is niet alleen zo dat je op Windows werkplekken malware hebt, nee, je hebt ook op je telefoons net zo goed de kans dat je daar malware of applicaties hebt die op de achtergrond informatie verzamelen en die doorsturen. Verder kun je ook je devices als het ware taggen. En dat is met name handig als je bijvoorbeeld in je organisatie high target assets hebt. Dus als je CFO, CEO, die kun je op die manier heel makkelijk filteren en daar ook, zeg maar, onderscheiden. En daar kan je ook gepaste maatregelen opnemen. Nou, verder heb ik als voorbeeld een aantal verschillende builds. Redstone 1, 2 en 3. Als ik daarop inzoom, dan zie je ook dat je per platform kan filteren. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld mijn eigen systeem. Nou, je ziet hier dat die antivirus het ICAR testvirus heeft gezien, gedetecteerd. Je ziet hier ook in de breakout van mijn werkplek, welke processen actief zijn. En als ik daarop inzoom, dan zie je hier ook netjes de source, waar het vandaan komt. Nou, in dit geval heb ik gebruik gemaakt van een testtoeltje die bepaalde processen start om de beveiliging van exploit card te tonen. Daar kom ik later op terug. Je ziet hier ook het betreffende executable die geïdentificeerd is als een stukje malware. Nou, wat je verder kan doen, als ik terugga op machineniveau, is dat ik ook een actie kan ondernemen, dat ik de machine kan blokkeren. En dus je kan antivirus scannen, zorgen dat de applicatie geïsoleerd wordt, of dat zelfs het hele apparaat geïsoleerd wordt. Nou, als we dan naar onze werkplek gaan, dit is RS2, en ik ga terug naar mijn search. Ik kan hier ook heel makkelijk zoeken op machinenaam, op IP, op URL of op gebruiker. In dit geval gebruik ik tex. RS2. Dat is onze testmachine. Dan kan ik ook bijvoorbeeld zeggen hier, isoleer de machine. Daar geef ik een bepaalde reden op. Security webinar. Nou, die machine moet uiteraard connectivity hebben met het internet. En op het moment dat de opdracht is binnengekomen, dan zal je hier ook zien dat ik hier een melding krijg, een notificatie, dat deze werkplek geïsoleerd is. Dus de malware die hier eventueel op actief is, die kan dan verder geen hier ook de melding komen. En je netwerk wordt gedisabled, IT heeft vastgesteld dat er een malware actief is. En op deze manier isoleer ik het en heb ik een vrij krachtige manier om verder onderzoek te doen. Zonder dat de rest van de organisatie daar last van heeft. Ik kan deze actie ook weer ongedaan maken.
Ik kan dus ook weer, zeg maar, op het moment dat het onderzoek heeft plaatsgevonden en het probleem is opgelost, de machine weer vrijgeven. Dus dit kan zowel als iemand buiten de deur werkzaam is, maar dit kun je ook doen als de medewerkers gewoon binnen je eigen organisatie actief zijn. Dus dat is zover als het gaat om de alerts die je kunt vastleggen. De acties die je kunt uitvoeren, het isoleren van een machine, het beperken van applicaties, de uitvoering daarvan. Ik heb een stukje search, een stukje tagging gehad. Ondersteuning van verschillende platformen. En dus wat ik net al liet zien, wat ik net al toelichtte. We kunnen ook macOS devices managen of zoals je hier ziet ook servers 2012 en 2016. En in server 2016 heeft standaard al de Windows Defender agent actief. Nou, een kwestie van registreren. En op deze manier kun je naast je endpoints, je Windows 10 endpoints, je macOS, MacBooks, ook Windows servers managen. Nou, dit is iets wat je kunt beheren. Om verder inzicht te krijgen, hebben we daar ook eventueel een Power BI dashboard voor. Nou, je ziet hier een aantal Power BI dashboards. Specifiek voor Windows Defender ATP. En je wil niet iedereen toegang geven tot het Defender ATP dashboard. Maar je wilt wel inzicht verschaffen. Nou, je ziet hier dat je een aantal standaard rapporten hebt waarin je de alerts, de machines die gemanaged zijn, de platformen en de openstaande alerts. Dat je die inzichtelijk maakt en dat je daar ook een bepaalde trendanalyse op kunt uitvoeren. En waar komt de melding vandaan? Is dat Windows Defender antivirus? Is dat ATP? Of is dat een third-party oplossing die de melding gedaan heeft? Nou, ik kan op zo'n taal kan ik inzoomen en dan zie je verder een breakdown. En heb je verdere inzichten van, oké, om welke alerts gaat het? Welke alerts die staan open? En dus je kan ook een stukje performance qua dashboarding doen. Of alerts wel tijdig opgelost worden. Zodat je ook aan je SLA's en je KPI's voldoet. Je ziet hier ook een verder detaillering van welke malware of andere antiviruszaken gedetecteerd zijn. De resultaten van het onderzoek. Dus je kan ook bepaalde malware ter onderzoek aanbieden. En ja, dit geeft je ook gewoon een vrij rijke inzicht in Windows Defender ATP. Daarnaast biedt Windows Defender ATP ook mogelijke integratie met SIEM-oplossingen. En dus mocht je ook een SIEM-oplossing hebben, dan kun je ook je alerts die je vanuit de ATP doorzetten naar je SIEM. Nou, kijken we naar de geavanceerde opties, dan heb je de integratie ook met Skype for Business. Dus in het geval wat ik net liet zien met het isoleren van de werkplek. Ik kan bijvoorbeeld wel nog steeds met Skype for Business contact opnemen met de helpdesk om bijvoorbeeld het probleem op te lossen. En wat je verder ook ziet is dat je Windows Defender ATP ook integreert met Office 365 ATP. Office 365 ATP biedt een stukje malware bescherming voor OneDrive. OneDrive voor Business en voor SharePoint. Nou, die meldingen die worden ook uitgewisseld. Dus op het moment dat de malware gedetecteerd wordt op jouw OneDrive client of op SharePoint, dan zal je die ook terugzien in het Windows Defender ATP scherm. Dus dat tot zover de introductie van Windows Defender Security Center. Een stukje rapportage met Windows Defender. En dan vervolg ik mijn presentatie weer. Nou, we hebben het gehad over malware. We hebben het gehad over Windows Defender ATP en wat Windows Defender ATP kan doen om dat tegen te gaan. Of in ieder geval te detecteren en daar actie op te ondernemen. Aan de andere kant wil je eigenlijk dat natuurlijk voorkomen. Nou, er is niet één oplossing waarmee je dit, zeg maar, kan voorkomen. Het zijn meerdere invalshoeken waarmee je malware of allerlei andere zaken kan tegengaan. Nou, wat je ziet als je het hebt over de Endpoint Security Stack, nou, Windows 10 biedt daarin out of the box al heel veel mogelijkheden.
Het is nog even los van Windows Defender ATP. Heeft Windows 10 een aantal security oplossingen? Nou, neem bijvoorbeeld Application Guard, waarmee je bijvoorbeeld je browser, je Edge browser, kunt isoleren. Die draai je feitelijk in een virtuele machine. Dus mocht daar binnen zo'n sessie malware actief zijn, dan zit dat in die virtuele sessie en heb je daar lokaal geen last van. Windows Defender antivirus, kom ik zo meteen nog even op terug. Credential Guard en Device Guard waren al voorzieningen die al wat langer in Windows 10 beschikbaar zijn, maar daarvan zien we ook dat die niet altijd geconfigureerd zijn. En het zijn vrij laagdrempelige settings, makkelijk te implementeren, maar bieden jou best wel veel bescherming, ook op het gebied van credential theft. Hè? Dus je bent veel minder vatbaar voor dat je wachtwoorden vanuit gecompromised worden. Exploit Guard, dat is ook een nieuwe met de laatste Windows release 17.09, waarin je een aantal endpoint detection en response rules kan instellen, waardoor je veel meer beveiliging vanuit het besturingssysteem biedt. Uiteraard Windows Firewall en Smart Screen, dat zijn ook zaken. Worden niet altijd gebruikt, maar vergen eigenlijk minimale inrichting om het daar gebruik van te kunnen maken. We hadden net over Windows Defender antivirus. Nou, Microsoft's antivirusoplossing wordt niet altijd zeg maar standaard toegepast. Maar waarin deze oplossing zich eigenlijk zeg maar in positieve zin onderscheidt, is de Microsoft Intelligent Security Graph. Nou, dit is eigenlijk een stukje data vanuit verschillende Microsoft Cloud workloads. Of dat nou Outlook.com is, of dat de Xbox is, of dat Azure is, of zijn zakelijke diensten. Microsoft die is in staat om zoveel, ontiegelijk veel informatie te verzamelen. Op basis van die informatie kunnen we met artificial intelligence en machine learning heel snel malware en de malware karakteristieken achterhalen. Dus normaal voordat de malware zeg maar om zich heen kan slaan, zijn we eigenlijk al in staat om daarop in te grijpen. Nou, een goed voorbeeld daarvan is wellicht wel bekend, BadRabbit. BadRabbit was een stukje malware. Was nog niet bekend, alleen op basis van artificial intelligence en security graph van Microsoft waren we in staat om binnen 14 minuten deze malware te identificeren en ook als zodanig door te geven. Nou, de hash van bijvoorbeeld deze malware werd vervolgens ook naar alle Windows Defender antivirus clients toegestuurd. En daarmee was in één keer wereldwijd waren we niet meer vatbaar en kon de Bad Rabbit als het ware snel gedetecteerd worden. Dus dit is een voorbeeld hoe je enerzijds met heel veel data en met technologie zoals artificial intelligence en machine learning die kracht zeg maar kunnen omzetten in een stukje beveiliging. Nou, als ik het heb over die intelligent security graph, dit is nog een mooi plaatje, een mooi overzicht van hoe dat tot stand komt. We hadden het net al over mail. Mail is een belangrijke factor, een besmettingsfactor waarin malware of andere kwaadwillende oplossingen binnenkomen. Nou, die mail aan zich kan gescand worden op malicious files, of dat nou vanuit e-mail komt. Tegenwoordig ook Teams, SharePoint of OneDrive for Business. Daar zijn we al in staat om daarop te scannen. Nou, mocht het om wat voor reden toch doorkomen, dan hebben we Windows Defender antivirus. Nou, dat legde ik net al uit. Ja, antivirus Defender is dit standaard op je werkplek op Windows 10 en die gebruikt die kennis en informatie om je endpoints te beveiligen. En als laatste Windows Defender ATP, waarin je ziet dat je ook eventuele malware die vast is gesteld op je werkplek snel kan detecteren en daar ook een actie aan kan koppelen. En daarmee heb je eigenlijk protect, detect en respond, heb je feitelijk de cirkel weer rond. En op die manier ben je ook in staat om jouw organisatie te beveiligen tegen malware. Dat brengt ons tot de tweede demo. Daarin zal ik wat verder ingaan op de security score. Wat eigenlijk een nieuw onderdeel is van Windows Defender ATP.
Nou, ik liet jullie net al de operations pagina zien, maar je hebt ook de security analytics pagina van Windows Defender ATB. Ja, en wat je hier eigenlijk ziet, dit is eigenlijk, noem het operational excellence, of in ieder geval de security score van jouw organisatie. Nou, je ziet hier een aantal pijlers. Nou, die pijlers die staan voor de improvement areas. Dus je hebt op het gebied van endpoint detection en response optimalisatie, antivirus, OS security updates, exploit guard en application guard onderwerpen die je al dan niet kunt inzetten om jouw security op jouw endpoints te verbeteren. Nou, op basis van wat je hebt aanstaan zie je de maximale score en dan zie je de echte score. Nou, we kunnen 600 scoren en we hebben nu 478. Nou, dat varieert. Even zoom ik verder op in. Dan zie je bijvoorbeeld antivirus. Heb je antivirus aanstaan? Potential unwanted applications functionaliteit aanstaan? Heb je bijvoorbeeld cloud protection wel of niet aanstaan? Heb je bijvoorbeeld je laatste security updates geïnstalleerd, al dan niet? Exploit guard, system level exploit protection, heb ik die optie aanstaan? Attack surface reduction rules, heb je die geconfigureerd, al dan niet? Nou, dat zorgt voor een bepaalde maximale score en de werkelijke score. En dit geeft je gewoon inzicht waarin je ook als organisatie op kunt sturen. Je kunt dus gefaseerd deze improvement areas of opportunities, zoals je dat zo mooi omschrijft, stap voor stap uitwerken. En hier kan je ook zien hoe je over tijd heen, zeg maar, je ontwikkelt. Dus gaan we nou bijvoorbeeld inzoomen op je security patches. Nou, dan zie je, je hebt elke maand heb je security updates. Dus dan in dit geval zie je dat we een dip hebben. Hè? Dan zijn we niet compliant. Dan zie je dat er binnen een week dat je weer redelijk snel op het niveau bent. Nou, zo kan je ook nog de verschillende andere zaken, onderwerpen zeg maar inzoomen. Een stukje antivirus. Nou, ook hier zie je weer dat je onder een bepaald niveau blijft of boven een bepaald niveau blijft. En dat resulteert in je totale security score van je organisatie. En dus met dit dashboard krijg je gewoon inzichten in jouw security score van jouw organisatie. En waar je wilt staan. Nou, standaard zijn al deze improvement areas niet aangezet. En dus als je naar je setup gaat, security analytics, hier zie je dus bijvoorbeeld op welke improvement areas je wilt focussen. Dus die moet je ook afzonderlijk aanzetten. En op die manier kan je per improvement area je organisatiescore verbeteren. En dus dat geldt voor je Defender antivirus, voor je exploit guard, application guard en smart skin. Nou, als we dan teruggaan naar deze oplossingen. Hoe ziet dat er dan uit? Neem als voorbeeld Export Guard en Smart Screen. Als we dan teruggaan naar onze werkplek. Die moeten we dan eigenlijk wel weer vrijgeven. Want als ik nu bijvoorbeeld Internet Explorer open. En ik ga naar een mail toe. Dan zie je dat ik offline ben. Dus dat betekent dat we de blokkade helemaal gedaan moeten maken. Nou, ik zoom in even. RS2. Zijn er misschien vragen, Brenda, ondertussen die we kunnen beantwoorden? Nee, er zijn nog geen vragen binnengekomen, Ronnie. Oké. Nou, je ziet hier dus die werkplek die we geïsoleerd hebben. Nou, die geven we weer vrij. Release van isolation. Malware is succesvol verwijderd. En binnen enkele ogenblikken zal de betreffende werkplek ook weer vrijgegeven zijn. Nou, gaat even duren.
Nou, als we het hebben over smart screen. Smart screen is standaard onderdeel ook van je Windows 10 besturingssysteem. Richt zich op jouw Windows Explorer en jouw browser. Als ik even kijk. Pak even Microsoft wat zaken voorbereid. Ik heb hier nog wat demo threads. Ja, nou, ik heb hier bijvoorbeeld een mailtje gehad van FedEx. Nou, er zijn ook wel voorbeelden bekend van TNT-post. Hè, waarin je wordt gevraagd om op de link te klikken om de status van je pakket te bekijken. Ik moet eens even kijken of die vrij is gegeven. Nou, je ziet inmiddels dat die weer online is. Nou, diezelfde mail die open ik even vanuit mijn webbrowser. Ik ga dan vervolgens... Microsoft. Deze weer opnieuw inladen. Daar zijn we. Tech demo threads. Nou, hier heb ik FedEx. Ik heb een pakketje ontvangen. Dat pakketje dat mag ik gaan ophalen en de details. Hij ziet netjes dat die wordt geopend. Nou, deze phishing mail is gewoon netjes afgeleverd. Rechtstreeks hier naar de link. Nou, je ziet dus nu dat de pagina wordt geopend. Nou, dit is eigenlijk een linkje naar een malafide website waarin ik waarschijnlijk wat zaken in moet vullen, gegevens moet achterlaten om vervolgens die gegevens weer te misbruiken om ja, toegang te geven tot andere systemen. Nou, het mailtje. De link moet geopend worden. Vervolgens moet Smart Screen ingrijpen. Nou, ik laat hem even lokaal zien hier. Daarin. Nou, zie je dat ik door Smart Screen. Gewezen wordt dat deze website malicious is. En je ziet ook meteen dat hier een hele andere URL achter zit. Nou, als ik dan toch eigenwijs ben en zeg van ja, ik wil toch die website benaderen. Nou, in dit geval heb ik gewoon alle vertrouwen in de beveiliging van Microsoft. Dan klik ik op de link en wat je nu ziet, en dat is Windows Defender Application Guard, dat de website die wordt geladen in een geïsoleerde Edge sessie. Het is Windows Defender Application Guard is feitelijk een container en in die container zit Edge als applicatie. Dus de applicatie, of in dit geval de website, wordt netjes in de Application Guard sessie gestart. En mocht daar toch die malware actief worden, ja, dan wordt die malware alleen maar actief binnen die container. Dus ik heb daar verder geen last van. Het heeft ook geen invloed op mijn eigen lokale werkplek. Die zal ook niet geïnfecteerd raken. Wel zal Windows Defender ATP vaststellen dat er malware in deze sessie heeft plaatsgevonden. Zodat ik daar ook eventueel zeg maar, op kan acteren en eventueel de betreffende medewerker op kan attenderen. Nou, je ziet hier dat de website wordt geladen. En vervolgens zie je dat er de betreffende website al offline is gehaald. En Microsoft die werkt ook nauw samen met allerlei andere bedrijven om die informatie met elkaar te delen en op die manier ook... Ja, phishing bijvoorbeeld tegen te kunnen gaan. Dus dit is een voorbeeld waarbij je Smart Screen in combinatie met Windows Defender ATP gebruikt, of in dit geval Application Guard, om ja, dit tegen te gaan.
Nee, ga ik niet. Ronnie, we hebben ondertussen een vraag gekregen. Ja. En de vraag is: is de Application Guard alleen in samenwerking met Edge? Of zijn er ook andere browsers die ondersteuning hebben om in de Application Guard te draaien? Ja, nee, dat is een goede vraag. Op dit moment is het zo dat Application Guard alleen maar beschikbaar is voor je Edge browser. Dus dat betekent dat die functionaliteit niet geboden kan worden voor browsers zoals Chrome, Safari of andere browsers. Dus het is echt alleen voor Edge. En mocht je bijvoorbeeld een andere browser op een werkplek actief hebben, ja, dan kun je daarmee wel zeg maar deze beveiliging omzeilen. Dus ja, dan zou het advies zijn om te zeggen van ja, je gaat geen andere browsers gebruiken dan Edge. En dit is bijvoorbeeld ook niet van toepassing op Internet Explorer. Dus dat is in die zin wel goed om te weten. En ja, dat is in die zin een gegeven. Oké, dankjewel. Ja. Even terug naar het console. Nou, het werkplek is inmiddels vrijgegeven. Ja, gaan we maar even terug naar Security Analytics. Dus hier zie je de verschillende improvement areas die je kunt configureren. En op die manier ook je beveiliging verbeteren. Kijk, standaard deze technieken zitten, hè, zoals Exploit Guard, Application Guard, Smart Screen, zitten allemaal standaard in Windows 10. Alleen wat je standaard niet met Windows 10 hebt, is zeg maar het overzicht. Dus je hebt niet een dashboard, een overzicht zoals Windows Defender ATP biedt, waarmee je zeg maar gericht zeg maar, die toepassingen kan implementeren en kan configureren, waardoor je je endpoints van je medewerkers naar een nog hoger niveau kunt krijgen. Dat was even in het kort security score, security analytics van onderdeel van Windows Defender ATP. Wat heb ik nodig? We hebben gezien Windows Defender ATP werkt onder andere met Windows 10. We zien ook dat dat ook op andere platformen geboden wordt. Zij het met de integratie van third-party plugins, third-party leveranciers. Windows 10 vanaf de Creators Update. Je moet minimaal een enterprise, een educatie of een pro-licentie hebben om Windows Defender ATP te laten werken. Het werkt dus niet op een Windows 10 Home editie. Het werkt in de ideale wereld werkt het beste met Windows Defender antivirus oplossing. Maar het kan ook gewoon werken met de bestaande antivirus oplossingen mocht je die gebruiken. Hè. Dus stel je hebt McAfee of Symantec of Trend Micro of andere antivirus oplossing. Dat kan ook in combinatie met Windows Defender ATP. Nogmaals, Windows Defender ATP is geen antivirus oplossing. Het is een EDR oplossing of Next Generation antivirus oplossing. Het enige voorwaarde is wel dat jouw bestaande antivirus oplossing, die moet wel de Early Launch Anti-Malware driver ondersteunen en compatible zijn om samen te werken met Windows Defender ATP. Verder is ook van belang dat je telemetry en diagnose hebt aanstaan. Dus dat moet aanstaan. Sommige organisaties die hebben dat uitstaan. Maar wil je gebruik kunnen maken van Windows Defender ATP, zal je ook telemetry aan moeten hebben. Heb je het over de licenties? Windows Defender ATP kun je via een Windows 10 Enterprise E5, een educatie E5 of Microsoft 365 E5 aanschaffen. Je kunt het dus niet los als add-on, bijvoorbeeld net zoals je ATP voor Office 365 als add-on kan aanschaffen, kan je dat niet voor Windows Defender ATP doen. Het is echt onderdeel van een Windows 10 of een Microsoft 365 licentievorm. En even heel pragmatisch van ja, hoe ga ik nou echt hiermee aan de slag kunnen? Hoe kan ik nou ook daadwerkelijk zeg maar verbeteringen realiseren binnen mijn organisatie? Nou, ten eerste assume your reach mindset. Hè. Dus ga ervan uit dat je organisatie al gecompromised is. En ga daaruit ook je plannen maken. Het kan zijn een goede backup strategie. Zorgen dat mocht je om wat voor reden toch getroffen zijn. Dat je een goede backup hebt. Dat je je bestanden kunt restoren. Heel belangrijk ook. Zorg voor een stukje awareness bij je medewerkers. Dus
voed in die zin ook je medewerkers op dat als ze een mail hebben en mail ontvangen waarvan ja, niet bekend is hè, of dat niet gelijk vertrouwd gaat, er niet gelijk op klikken. Controleer het nog even goed, desnoods vraag het aan je collega hè, of je dit vertrouwt of niet. Een ander belangrijk aspect, ja, het is een open deur, maar ik noem het toch, en dat is up-to-date blijven. En up-to-date blijven, dan heb ik het met name over het stukje patching en het installeren van updates. En of dat nou van je Office installatie is, van je Windows installatie of van jouw Mac OS, dat maakt niet uit. Zorg er gewoon voor dat je altijd up-to-date bent. Ja, migreer naar Windows 10. Waarom? Windows 10 biedt gewoon zoveel security features out of the box. Het is in die zin een operating systeem die bedoeld is ook om in de cloud te werken. Hè? Dus die opgewassen is tegen gevaren van buitenaf. Je moet alleen wel de betreffende security features stap voor stap zeg maar gaan enablen. Dus by default staan deze security features niet allemaal aan. Nou, Windows Defender A2P geeft je in ieder geval inzicht daarin wat er wel en niet aanstaat. En waar je ruimte voor verbetering kunt vinden. Ja, is security een core business of besteed je het uit? Ja, security is in die zin wel een vak apart. Wat wel van belang is, zeker als je een Windows Defender A2P gaat inzetten, is dat je ook opvolging gaat geven aan die alerts. Ik bedoel, je kan wel een mooi overzicht hebben, maar als je niet dat binnen je organisatie belegt of daar iemand verantwoordelijk voor maakt en geen opvolging geeft aan al die alerts en daar niets mee doet, ja, dan heeft dat ook in die zin komt het niet tot zijn recht. Ja, dat is eigenlijk wat ik wilde meegeven van Windows Defender A2P. En hoe je je als organisatie nog beter kan beschermen tegen malware. Ja, dat is eigenlijk het einde van deze webinar. Dus ik ben heel benieuwd of ik mensen nog kan verleiden tot het stellen van vragen. We bijten niet, dus voel je vrij om nog vragen te stellen. Hoeft niet per se op Windows Defender A2P te zijn, mogen ook andere security gerelateerde vragen zijn. Dan zijn we uiteraard meer dan bereid om deze te beantwoorden. En anders dan maar kan dat altijd nog achteraf. Ja, Ronnie, ik zie geen vragen binnenkomen. Oké. Okay. Dus ik denk dat we hiermee dan de webinar gaan afsluiten. Oké, okay, nou, hartelijk dank. Dank jullie wel. Hartelijk dank.